Dag beste mensen, hier Livius Abur Bekondita, boek 39, paragraaf 13, alinea 1 en 2. Hispelaar is dus ontboden bij Sulpicia en de consul. En die weigert eigenlijk te vertellen, want ze is heel erg bang dat ze veroordeeld zou worden voor haar eigen betrokkenheid bij de Bacchanalia. En bovendien zijn de inwijdingsrieten geheim. Dus mag je eigenlijk helemaal niet verklappen, want dan krijg je de woede van al die andere baganten over je heen. Mogen we lezen dit? Mulier haut dubie, et quod erat, aebutium indicem arcani rata esse, ad pedes sulpiciae procidit. Even tot daar. De vrouw, excuseer, dat is Hispela. Rata, dat is een PPP van het werkwoord. Reri, hebben we denk ik eerder gezien. Betekent menen, hier een PPP van een deponent, dus is het niet gemeend zijnde, maar gemeend hebbend, oftewel gewoon menend. Mag je vertalen als een PPA. De vrouw menend, omdat ze meende, krijg een ACI, dat Aibutium, Aibutius, haut dubie, helemaal niet twijfelachtig, dus zou we zeggen zonder twijfel, de indicem arcani, de verklikker, de aanwijzer letterlijk, een index, de indexvinger, net zoals in het Engels, dus degene die aanwijst, in dit geval met woorden, dus die verklikt. De verklikker arcani van het geheim. Esse was. Dus de vrouw menend dat Aibutius zonder twijfel de verklikker van het geheim was. Et quod erat, hè, dat wat het was. Dus wij zouden kunnen zeggen wat het ook daadwerkelijk was. Wat het inderdaad was. Wat het inderdaad zo was. Wat deed ze? Procidit viel neer voor. Een kader is neervallen. Pro is dan voor iets. Dus viel neer voor de pedes ad pedes sulpiciae. Dus voor de voeten van Sulpicia. Let op, niet dus van de consul zelf, hè, maar voor Sulpicia. Want ze hadden blijkbaar een idee dat ze daar meer medelijden of iets dergelijks te verwachten zou kunnen hebben. Nog even, houdt dubie is natuurlijk een litotes. Hè, helemaal niet twijfelachtig, dat is eigenlijk heel erg zeker. Dat noem je een litotes. En dan lezen we verder. Et eam primo orare coepit ne mulieris libertinae cum amatore sermonem in rem non seria modus et capitale medium verti velet. Et coepit en begon. primo eerst eam, eerst haar te orare te smeken. Begon eerst haar te smeken. En je zou even wachten. Dat in het Nederlands, maar in dit geval staat er niet ut in het Latijn, maar staat er nee. En dat is dat niet. Dus van haar als eerste te smeken, eerst haar te smeken, dat ze niet velet. En daar staat het werkwoord, conjunctivus van velle uiteraard, imperfectum, hier gewoon vanwege nee. Dat ze niet wilde, om niet te willen. Wat dan? Nou, er komt er een ACI bij. Dat is een beetje typisch, dat zeggen wij liever niet. We gaan het toch even doen met een datzin. Begon ze eerst haar te smeken dat ze niet wilde, om niet te willen, dat een sermonem, een gesprek, mulieris libertinae, van een vrijgelaten vrouw, allebei genitives, cum amatore, met haar minnaar, want ze had met Aibutius gepraat over de Bacchanalia, dat gesprek verti. Verder is letterlijk wenden of zo. Hier veranderen ook wel, maar hier passief. Dus gewend worden of veranderd worden. In dit geval ook wel meteen dus opvatten als. Dus wel passief, hè, infinitief is passief, die i wijst erop. Dat zo'n gesprek dus opgevat werd als, dat is dat in hier, een zaak, non seriam modo, niet alleen seriam, serieus, ernstig, niet alleen is een ernstige zaak, zet capitalem. Een kapitale zaak. Een halszaak. Het gaat over het hoofd. In de zin van dat je hoofd afgehakt zou worden, bij wijze van spreken, als je dit zou doen. Laten we een halszaak maken. Dat ze niet zou willen dat dat een gesprek van een vrijgelaten vrouw met haar minnaar opgevat zou worden als een niet alleen een serieuze, maar zelfs een halszaak. Et se terendi eius causa, non quos quidet quicquam ea locutam esse. Daar zo meteen over natuurlijk voor de duidelijkheid. Ze is dus bang, omdat ze dus daaraan heeft deelgenomen en
dat ze daar allerlei dingen over heeft verteld. Er is ook een antithese hier in dit zinnetje. Gewoon een gesprekje van een vrijgelatene vrouw in een lage status. Die met haar minnaar kletst over koekjes en kalfjes. Over een onzin. Tegenover een serieuze, ja zelfs halfzaak. Dat is een antithese die hier wordt geschetst. Goed, dan dit stukje. Dan heb ik weer een ACI. Eigenlijk gewoon ze zei, kan je aanvullen. Dat C, dat zij zelf, dat is dus weer Hispala. Ea locutam esse. Ea is onzijdig meervoud hier. Die dingen, zowel dat. Locutam esse. Het is een infinitivus perfectum, passief, maar het is van een deponens gemaakt. En dat is van loqui, dat betekent spreken, of in dit geval iets van zeggen. Dat ze die dingen gezegd had, doe ik even, want ik zei, hè, ze zei dat ze die dingen gezegd had. Terendi eus causa. Causa met een genitivus ervoor betekent vanwege of om te. In dit geval is het een gerundivum met eus erbij. Het congrueert, dus is het gerundivum. En terere betekent bang maken. Dus laten we zo om eus bang te maken. Nou, wie dan eus? Hem. Je denkt van, ja, maar het is toch van? Ja, maar dat komt op dat causa, die genitivus. Dus je mag gewoon zeggen, om hem bang te maken. Non quos quirat quicquam. Non quos uitdrukking betekent gewoon niet omdat. Niet omdat. Ze quicquam iets, wat dan ook, skirat, wist. En hier behoort dan een cognitivus, maar ook omdat het een bijzin is binnen de ACI, daar hoort altijd een cognitivus in. Dus ze had die dingen allemaal gezegd om hem bang te maken. Hè, omdat hij daar niet bij zou gaan. Niet omdat ze iets wist of zo. Nou ja. Niet heel geloofwaardig natuurlijk. Maar dat zegt ze hier. Je vindt tussenin ook nog een adversatief asyneton. Hè? Niet om een bang te maken. Sorry, om een bang te maken. Niet omdat ze iets wist. Dat is geen verbindingswoordje. Maar het is een tegenstelling. Dus adversatief asyneton. Goed. Tot slot eventjes. Zij vermoedt hier dus dat Aibutius haar die geheimen verklapt heeft. En het is goed om te beseffen dat Aibutius door zijn aangifte bij de consul, dus in feite zijn vriendinnetje in gevaar heeft gebracht. Dat had hij kunnen weten. Maar toch heeft hij dat gedaan, ook op aanraden van zijn tante natuurlijk. En is de vraag, heeft hij daar goed in gedaan? Zouden jullie dat ook doen? Maar die vraag laat ik jullie achter, zeg ik tot volgend filmpje.